zit achter ons. Ik ben bang. We zijn er! Ja man, dit is het! Nou, kijk eens echt van een dikke line. Oh. Jullie hadden vroeger veel vuurwerk. Dames en heren, het is vandaag officieel zover. We gaan bepaalde YouTubers ontmoeten waar ik echt sinds kind af aan al kijk. En waarschijnlijk jullie ook. Ik ga nog niks verklappen. We gaan hem eerst even opladen. En dan gaan we helemaal naar Almere rijden. Want de bedoeling van vandaag is om een Wokstaats te krijgen op de Zip. We gaan met de Seat Lambobiza. Ik hoop dat dit ding het redt tot Almere. Het is toch nog even anderhalf uur rijden. Maar we gaan vandaag met de Zip Anus en de Lana Rodas. Turbo Kit uitlaat. Gaan we door Amsterdam heen rijden met bepaalde YouTubers. Dus ik denk dat we 80% vandaag wel een Wokstaat krijgen en we kunnen nu nog terug, maar we gaan ervoor. Let's go! Boom! Zo, dames en heren. Kijk eens aan. Hij staat er helemaal fresh en clean bij. Alleen een zip op een aanhanger zetten, dat bestaat allemaal uit plastic kappen. Dat is een gedoe, jongens. Maar we gaan, let's go! Maar het is tijd. Ik heb al één ding verteld. We gaan naar Almere. Misschien dat jullie al weten. Ja, het is echt de haast de tweede middenplek van naast Utrecht. Maar Almere komen de meeste YouTubers ook vandaan. Best wel leuk. Maar ik hou jullie een beetje opgespiced. En ze hebben al 3 ton, zelfs bijna 4 ton abonnees. Holy shit! Oh, we hebben nou al file. Even kijken of alles goed staat. Even kijken, even snelle checken. Ze zijn allemaal goed. Dames en heren, we zijn er bijna. Dan laat ik jullie het gebouw zien. En dan herkennen jullie het sowieso waar we zijn. Ja, ja, dames en heren. Dat gebouw is het daar. Tower 19. Goh, tune in. Ja, dames en heren. We zijn aangekomen in het gebouw bij Sven en Koen. Ja, dames en heren. De meeste van jullie kennen die YouTubers wel. Maar kijk eens aan. Even afladen. En dan gaan wij richting Amsterdam rijden. Oh, als we vandaag toch geen Wokstaats krijgen, dan weet ik het ook niet. Dan ben ik echt geblest, jongens. Ik vind het ook zo vet. Want iedereen die ik ook vroeger keek en nu nog steeds. En daar kom ik nu mee in contact. Echt super bedankt voor ons. Ik hou van jullie. En daarom neem ik jullie strijders ook altijd mee. Dus I love you. Let's go. Mannen. Leuk dat jullie er zijn, man. Top, Sven, top. Aangenaam. Hoi. Hoi, Doran. Goed. Aangenaam. Zo. Jongens, als wij vandaag geen Wokstaats krijgen, dan weet ik het ook niet. Ja, wij zijn ook met je wedding eruit, of niet? Je demper. Ja, ik ben niet gewoon vergeten met demper. Oh, dat meen je niet. Ja, ja. Spannend. Jullie hebben ook een turbo kit, hè, erop? Ja, klopt. Maar wel met de deze wel ja. Killer erin. Oh, dan jas ik hem bij jou eruit. Dat kan. Als je nou zo kijkt, hè. En je ziet dit staan, vanaf hier, hè. Zie je iets van een verschil? Dan moet je hier staan, dan moet je hier staan. Maar ik kom er nu achter. Kenteken klopt. Zo. Jij zoekt gewoon problemen. Nee. Geen DB-killer, geen begrenzen erin, het bordje wat omhoog kan, kenteken klopt niet. Dat je überhaupt in Almere bent gekomen. Dacht. Nee, dat klopt allemaal niet. Dat is, Nou, verstop dat ding ergens hier in de hoek, want anders hebben we het nog meer problemen. We hadden het even over de Yamaha Raptors van Sven en Koen, die waren dus hier gestolen. En dat was precies hier om het hoekje gebeurd. Ja, hier, we stonden ze aan het hek vast. Oh, gevoelig plekje hier. Ik ruik het nog. Ja, ruik het. Ja. Oei, oei, oei. Ik ben ook zo bang als er dingen bij mij worden gestolen. Ja, wij ook. Ja. Met alles. Ik heb echt gewoon alles beveiligd ook bij mij. Echt tot gewoon een rolhek tot alles. Zo, zijn we in de building aangekomen. Wow. Jullie hebben een leuke setup hier, man. Wel, hè? Dit is echt dik. Hier ben ik helemaal verliefd op. Ja? Ja, naast camera's en brommers vind ik dit weer helemaal mooi, jongen. Zo. En hier een grasmat aan de muur. Betere tuning kun je niet hebben. Jullie hebben ook gewoon een coin dozer, alles. Mag ik er een muntje in stoppen? Zeker. Ik was daar hele tijd aan het twijfelen om een muntje in te stoppen. Prijs. Ik ben niks. Kom maar, kijk. Nou, daar gaat hij. Oh, daar gaat hij. Oeh. Hebben we al winst? Bijna. Nou, bijna de 500 punten weer, hoor. Holy tieten, gast. Jeetje, dit is toch een droom van elke jongen. Bruut hoor. Nou, dames en heren, we zaten dus even een beetje te praten over het verhoor en alles. Want jullie hadden vroeger veel vuurwerkvideo's ook gedaan. En ik zit nu ook eigenlijk met 3 proces verbalen dat ik zit met die scooters en brommers met verkeersovertredingen en misdrijven. Want het wordt eigenlijk al een misdrijf gezien, onverzekerd rondrijden. Terwijl dat, als je dat kan vergeten, wordt het al gezien als een misdrijf. Het is nou vooral in dit jaartal en vooral steeds dat het heftiger wordt, dat er zoveel controles zijn de laatste tijd. En gezeik met politie.
politie en alles. En dat snap ik aan de ene kant ook wel. Maar we moeten ook heel erg oppassen wat we ook gaan doen. Dus daarom ga ik er nu 50C onder zetten ter plekke. En ga ik een turbo kit even een prop in houden. Dus dat helemaal legaal wordt. Komt helemaal goed. Helemaal goed. Ik doe mijn sok wel in die. Ja, dus dit is slimmer voor dat. Jongens, als je hier naar buiten kijkt, dat is toch een droom setup. We hebben hier gewoon de hele setup. En dan kijk je naar buiten. Uitzicht, jongen. Oh, en jullie hebben de oude YouTube playbutton ook ja, nog, hè? Ja, vet is die, hè? Dat is vet, jongen. Dat oldschool OG playbutton. We moeten alleen nog de nieuwe, dus abonneer even op Svenneke Vlogs. Want dan... Er valt iets op van hun twee, maar pyro aansteker. Ja, maar wat valt erop aan die pyro aansteker? Dat het een dildo looking ass... Kijk, is goed! Oh! Oh! Holy shit! Hij pakt hem. Oh, joh! Ik pak hem precies deze! De hand. Holy shit, hoe hebben we dit gedaan? Er is erin gegraveerd, hè? Oh, wat ziek! Oh, ja. Pyro Monster Tube. Zo, bruut. Lijpe dingen. Dames en heren, ik heb mijn bestikkerde crosshelm. Officieel met de GoPro erop. We gaan naar Amsterdam. Oeh, oeh. Die wil jij op. Oeh. Die wil jij op. Ja, die wil ik op. Oeh. When God you... Ik zou zo lekker gaan scooten. Jullie zitten ook in zo'n netjes zakelijk gebouw. En dan komen er 200 YouTubers van die randebielen hier. En dan... Jij met zo'n alarmslok. Oh, doe nou niet. Kom, oh, dit is zo'n... Raad hij niet. Ja, hoor. Ja, ik heb mijn sleutel boven nog. Nee, gaf je. Hij heeft een zipsleutel en hoe dat gaat werken. Als jij een zip hebt van... Ja, tuurlijk. Maar dat kan ook met Vespa sleutels, hè? Ja, ja, staat. Eerlijk, dat is echt... Dat kan niet, maar... Erg, hè? Erg, ja. Als je een scooter hebt, doe niks in je buddy achterlaten. Zo nee, makkelijk echt. Open te maken. Kijk eens aan. Hebben we hier de zip van Sven of Koen? Van mij. Van Koen. Ja. Ja, je hebt een mooi kleurtje. Dit, en dan hebben we hier de zip anus van Svennemon. Wil jij wel een DB-killer erin? Dat is wel... Ja, ja. Ja, alsjeblieft, mag ik hem lenen. Dames en heren, we gaan vandaag gegarandeerd een wok halen. Hoeft natuurlijk niet, maar dan gaan we ook gelijk naar het wokrestaurant. Let's go. Maar jongens, dit is leuk. We zijn vandaag gelukkig allemaal legaal, dus dat is top. Anders gaan we niet Amsterdam natuurlijk in. Maar dit is wel een goede tune. Jongens, dit is de eerste keer voor jullie dat, hè? Wordt de eerste rit. Echt een stad ja. Ook in, hè? Ja. Sick. We're gonna die. Oké, we gaan die van Sven even starten. Gaan we even horen hoe het Turbo Kit uitlaat klinkt. Hoort. Hoe het hoort te klinken, ja. Ja. Lekker, netjes. We kunnen nog praten. We kunnen nog praten, ja. Knallen. Nou, ga ik even mij uit laten starten. Er zit ook een propdemper in. Dus, let's go. I'm gonna die. Origineel. Origineel. Hé, hey, ligt een demper daar of niet? Ja. En daar moet ook een mooie kentekensticker op, niet? Ja en nee, want onze grote vriend... Manolito hier zijn we scooters, trots op, hoor. Hier zijn we trots op. Die heeft een hele scooter gebouwd. Ah, maar plak hem er maar op. Gaat hier. Ja hoor, ja, prima. Dames en heren, het avontuur gaat officieel beginnen. We gaan hier vanuit Almere naar Amsterdam toe rijden met Sven en Koen. En jongens, er gaat wat worden. Ik heb het al eerder gedaan met de schaakbrommer. Flashback. Oh my god. Nee, ik ben bang voor de politie. Het ding is opgevoerd als de meter. Ja. Dus ik ga gewoon minstens 25 rijden. Ja, juist beter, hè, voor jezelf. Ben je in Nederlands? Ja, ja. Dus de reden dat je hier bent. Amsterdam Centraal, treinstation. We zijn nu binnen met de brommer eromheen rond. Dat ging nog redelijk goed. Ik ben er wokvrij vanaf gekomen. Maar met vandaag gaan we rijden met 3 brommers. Dus dat wordt gekhuis in Amsterdam, hoofdstad van Nederland. Maar nee, let's do it. Nou, dames en heren, dit is het gebouw. We gaan nu vertrekken officieel. Let's go. Zo, ja, ik vind het zo tof dat ik met die gasten mag meerijden. Holy tieten, let's go. Hier gaan we. Oh, bijna botsing al. Nou al. Oké, we gaan vertrekken naar... Oh, dit is zo'n dom idee, jongens. Laat zeker even een like achter en abonneer, jongens. Abonneer voor meer van dit soort gekke content. Want daar ga ik er meer van maken. Maar dit is even weer next level, hoor. Even naar Amsterdam rijden met een zipanus. Niemand haalt het ook in zijn hoofd om te doen. Maar nee, let's do it. Voor jullie strijders. Het is ook heerlijk 30 graden vandaag, dames en heren. Dus echt, we branden eruit. Holy shit, kijk dit haar, dit blauwe haar. Dat is echt vet. Ik vind het echt een zieke kleur, jongen. Ik ga vandaag ook geen wheelie doen. Ik kan niet eens een wheelie überhaupt. Oh, we hebben hier voor ons Sven, achter ons Koen. Oh, dus het zit dik, dik, jongen. Kleine brommermeeting. Stel voor, we hadden in Amsterdam een brommermeeting georganiseerd. Nou, dat wil je gewoon niet. Dat is echt gekkenhuis. Let's go! Lekker, man. Let's go! Bam! Ik vind het zo'n rare wegen hier ook. Hier is een weg en dan weer door. En dan is hier weer een weg.
Maar ja, het is allemaal even wennen. Het is ook zo grappig hoe verder je in het land bent, hoe... Ja, het is een stad. Ik kom echt van een platte land. Dus vandaar dat ik misschien niet alles onder de knie heb. We gaan nu volgens mij langs de snelweg rijden naar Amsterdam toe. Dus dit wordt even gekhuis. Hier, Amsterdam, Muiderberg. Mooi. Kijk eens aan, Muiderberg zijn we bijna. Ja, mooie tuning. Maar dames en heren, we zijn hier op de grens van Almere. We gaan nu bijna Amsterdam in. En dames en heren, we gaan weer door. We gaan ook straks even de tunnel even pakken, even voor het geluid. En ik identificeer mijzelf vandaag als 180 runner. Dus ik kan officieel geen bocht krijgen. Dus let's go. We rijden ook met z'n allen met een krolshelm op. Hij heeft de GoPro aan de rechterkant. Sven heeft, weet ik wel, die is de GoPro echt geweldig. Het is echt beun wanneer je met een crossmotorhelm op een brommer rijdt. Ik had ook de boxer en alles kunnen pakken, maar een crosshelm is toch 10 keer leuker. Dat ziet er gewoon grappig uit. Oh, oliebollen. Kibbeling. Ik heb zin in kibbeling. Gaan we vreten? Is goed? Nou, dames en heren, de eerste pauze is officieel een feit. Een goede kapsalon. Aardig dik vet. We staan hier even met de brommert, zoals jullie zien. Nou, wat een plaatje. Zeg, bijna in Amsterdam. Dames en heren, goede discobal. Nou, kijk eens echt van een dikke line-up. We zijn hier toevallig ook met kijkers. Maar we gaan nu naar Amsterdam. Dit is het laatste stukje, dus let's go. Zo, we gaan weer vertrekken, dames en heren. Let's go. Kijk dan even, wat een uitzicht hier. Zeg, oh, is mooi hoor. Oh, het galmt hier zo hard, jongens. Ik moet ook zeggen, het is zo ontiegelijk druk straks in Amsterdam. Hier al is het druk, maar het is zo druk, omdat iedereen is buiten. Het is een soort van zomervakantie voor toeristen, want het begint altijd iets later. En ja, iedereen is letterlijk buiten door het mooie weer. Dat is wel pretty fucked up. Dit zijn dunne paadjes hier. But we're doing, oh, kijk dan hoe mooi. Mooie dier is. Ik moet meer van Nederland gaan bekennen. Kijk dan hoe ziek jongen hier. Zo hé, hey, bruut. Als je hier naar beneden joekelt, is content, maar niet zo lekker. Schaapjes! Schaapjes, bam! Nou, ineens zat daar een schaap, gewoon in the middle of nowhere. Wel bruut dat daar gewoon lekker hier losloopt. Tunnelreefje! Zie! Oh, kijk dan wat een dikke brug wij hier op gaan zeg. Holy tieten gaat. Dit is ziek jongen. Wow, dit is echt heel vet. Dit lijkt wel je Erasmusbrug bij Mini. Ik denk echt dat ik vandaag gewoon veel geflitst word. Omdat ik geen flitsmuis van fiets heb. Ik ken Amsterdam natuurlijk niet goed. En ja, dat, volgens mij in een stad zit sowieso vol met flitsers. Dames en heren, we zijn nu officieel in Amsterdam. Daar staat de Zippert. Ik heb wel zin om op de Dam te staan. Ik ook. Die drie stips op de Dam is klaar. Ja. Oh jongens, we gaan Amsterdam nu echt inrijden. Centrum, dus dit wordt chaos. Let's go. We already have police. Politie nu al. Ha, ik zweet hem jongen. Oh, die zien er al gewoon eng uit hier ook. Ja, die zien er enger uit hier. Ja, gewoon eng. Oeh jongens, ik zweet hem helemaal jongens. Holy tietengas. Ga dan maar weg. Nee, nee. Nou, weet je wat ook het punt is, dames en heren? Natuurlijk zijn ze in Amsterdam en Rotterdam allemaal wat stugger. En dat hoort ook zo. Want toen ik in Rotterdam wel eens met een meeting meega, is logisch. Het zijn steden. Waar ik vandaan kom, Nijmegen, is het allemaal wel 10 keer relaxter. Maar het is ook heel veel boerenplatteland en zo. Hier in een stad moet je ook hard gaan optreden. Want ja, het is een stad. Dat is net zoals een Los Angeles, San Francisco. Hey, ik ben bang. Ik kijk de hele tijd achterom, jongens. Maar ik heb spiegels daarvoor. Oh, we komen nu echt Amsterdam in, jongens. Holy. Die tette gast. Het is toch ook helemaal niet leuk om in Amsterdam een scooter of brommer te hebben, lijkt mij. Als je legaal natuurlijk rijdt, dan is het niet erg. Maar ja, ik weet niet. We gaan nu officieel Amsterdam en let's go. We zijn echt hartje centrum, gast. Het lijkt wel Parijs hier. Weet je hoe chill het soms is om gewoon een dier te zijn? Als je een vogel bent, dan kun je gewoon vliegen door die flat. Is gewoon lekker overal heen vliegen, heb je geen regels. Kijk dan, waar zijn we? Amsterdam Centraal zijn we. Oh, holy tieten, gast. Wow, yo, dit is even wel ziek, hoor. Dit is ziek, joh, hè. Zullen we met de zip in het water rijden? Ja, is goed. Begin jij? Ja, magneetvis, hè. Dames en heren, sweet home Alabama. We zijn in Amsterdam aangekomen, zoals jullie zien. We zien naar een bus en het is Amsterdam met water hier en bruggetjes en grachten. Amsterdam Centraal zie je hier achter mij en we hebben het officieel gered. Maatje, we got it, bro. We hebben hem. We got him. Ja, hoor. Maar zonder wok nog, hè? Zonder wok. En we moeten nog terug. Ja, daarom. We moeten nog terug. Terugweg, daar gebeurt altijd. Mark my words. Terugweg gebeurt het. We hebben nog niet heel veel politie gezien. Het is ook of 8 keer maar of zo. Ja. Ja. Vooral die motoragent was leuk. Ja. Die twee. Ja. Het ziet er enger uit, hè, in Amsterdam. Ja. Het is ook helemaal niet spannend te rijden of zo.
Zo, jij bent bang, hè? Ik ben echt bang, ja. Elke keer als je in de achterkijk zie ik hem zo kijken. Ja, ook heb ik spiegels. Dat is een aandoening gewoon. Nee, maar kijk. Ja, gast. Hij langs al die, tussen al die auto's. Ja. Kan dat wel? Kan dat wel? Ja. Nee, ik wil me echt aan de regels houden hier. Sowieso hier. Dat jij aan de regels? Ja. Ik heb een helm mee, anders wat je die zo vergeten. Jongens, dit is gek uit, gast. Hier staan ze. Hier staat Centraal. Daar sta je dan. In Amsterdam Centraal. Je ruikt het ook meteen, hè? Ja. Dat je in Amsterdam bent. Koffieshop en alles. Ja. We hebben de zip achter ons. Ik film het niet direct. Maar er rijdt een politiebus, zoals je ziet. Dus het is veilig, gelukkig. Ik ben bang. Het is wel echt top op de fiets hoor. En dan zo'n hete auto motorpak. Nou ja, ik wil mijn shirtje wel even. Ja, je hebt wel bescherming alles aan, ja, dat is zeker. Het is wel bloedheet. Ja, lange broek. We hebben alles zwart aan. Dat is echt dramatisch. Ook een keuze. Maar waarom mag je hier in het water niet springen? Ja, maar ik dacht gevaarlijk is met die boten. Ik wist. Ah, dus dan mag je ook niet zwemmen dan? Is dat echt een regel? Ik kom uit een boerendorp. Ik weet toch niet dat je niet... De baas zegt echt allemaal wat hier gebeurt. Geen idee. Als je die even bekijkt, en die kijk, toen ga je niet zwemmen, maar die zorgt voor heel veel zuiving. Ja. En ja, je hebt niet met motor te maken. En er zijn geregeld mensen hier ook verdronken, hè, vroeger. Ah. Ja, dat gebeurt nog steeds. Maar dan voor alles om te zijn. Ja. Even plassen, vallen erin. Holy shit. Je kan je Nijmegen. Nijmegen. Ja, compleet uit het midden of nowhere. Nijmegen uit het dorp. Nee, Nijmegen eronder. Is dus het boerendorp. Niet in Nijmegen, maar eronder. Nijmegen is van Nijmegen naar Amsterdam van iedereen. Dus jullie zijn welkom, jongens. Dankjewel, dankjewel. Is het heftig laatst zijn in Amsterdam? Sorry? Met heftig laatst zijn in Amsterdam? Valt wel mee. Maar voor hem wel. Ja, ja, het is redelijk. Wil je wat kopen, kan ook bij ze. Ja. Moet je kortingscode zeggen en dan Goed, joh. Ja, jongens, werk ze. Mannen, hoi. Ja, maar dat waren echt tophandhavers, eerlijk. Ook, je hebt genoeg toppers. Ja. Er zitten uitschieters tussen, moet ik zeggen. Zeker. Maar die vind je ook wel. Ja. Die vinden ons ook wel. Ja, die vinden ons ook wel. Ik ben zo ver van mijn home city al. Jij bent wel ver weg. Ik ben echt ver weg. Nou, we gaan er weer vandoor met de zips. En we gaan nu richting... Jongens, gaan we naar huis of... Wat is de bedoeling? Wil je naar huis? Ik, ik wil naar die markt toe gaan, waar die markt waar Madame Tussaud is. Of... Ja, dat zit daar wel in de buurt. Ja, waar ook al die mensen met verkleed zijn, de Dam. De Dam. Ja. Nou, dan gaan we even. Let's go! Oké, dames en heren, we gaan weer verder rijden. We gaan nu naar de markt toe, maar we gaan zeg maar naar de Dam toe. Volgens mij heet het zo, de grote markt waar Madame Tussaud en alles is. Daar wil ik gewoon weer een keertje zijn. Dat vind ik altijd zo'n leuke plek in Amsterdam. Holy tit, ja, dit is nou Amsterdam, hoe ik Amsterdam zie. Dit, en gewoon dit gedeelte hier. Ziek, jongen. Oké, dames en heren. Nu gaan we officieel echt Amsterdam in. Zijn we al de hele tijd, maar dit is gewoon centrum, echt. Hier wou ik sowieso al heel de tijd gaan rijden, want dit is gewoon echt het drukke verkeer. Ik voel me helemaal niet thuis om hier te rijden. Je moet hier ook rekening houden met die trams hier. Waar ik vandaan kom, heb ik nog nooit een tram gezien. Alleen een tractor, een trekker. Oh, we zijn er. Ja, man, dit is het. Zo, wat ziek. Holy shit. Dit is bruut. Oh, joh. Dit is echt lijp. Hey Messi, wat ziek. Holy tieten, gast. Zo, zijn we hier op de markt aangekomen. Wat ziek. Holy tieten. Wow, yo, ziek joh, hè. Oh. Dames en heren, holy tieten. We zijn nu echt op de plek aangekomen waar ik gewoon de hele tijd heen wou. En dat is hier op de grote markt met toeristen. Hallo. Jongens, hoe je meen het? Daar hebben we politie, maar ik vind het allemaal prima dat we hier staan. Politie daar. Oh, die komt, die komt naar ons toe. Je hebt ze geroepen. Nou durf ik niet meer te filmen, nou ben ik bang. Flitsmuizen in mijn hoofd. En dat is de hele tijd dat ik alert blijf. Want er zit hier dan een busje hier achter mij. Een politiebusje die de hele tijd rondrijdt. En dan zit er daar een politieauto bij die duiven. En ik weet niet waar Sven en Koen zijn. Ik ben helemaal alleen. We moeten nog de terugweg zo doen. Maar abonneer zeker om bij de Monster Gang te horen. En meer van dit soort gekke shit mee te maken. Want dit is wel even next level, jongens. Dadelijk gaan we een keer naar Amerika. Een keer met een ride-out mee. Maar jongens, bruut joh. Ik had nooit verwacht. Met schakelbrommen ben ik hier wel geweest. Maar nooit verwacht met de zip. En ik heb meer angst met de zip nou. Ik weet niet waarom, maar ze zijn around. En ik weet niet waar Sven en Koen zijn. Sven, Koen, ik ben hier alleen. Ik
ga duif spotten vandaag. Oh, mooi. Heel vet, mooi. Hebben we er ook weer gehad. Zo, gaan we weer vertrekken, dames en heren. We gaan nu nog een stuk door Amsterdam heen. En dan hoop ik dat wij eigenlijk zo snel mogelijk naar huis gaan. Je rijdt toch ook altijd zulke dikke auto's in Amsterdam, hè? Oh, we hebben een politiemotor. Ik ga zachtjes rijden. Oh, ik hou er niet van dat ik hier langs moet rijden. Just hanging around. Bla 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 da 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 da. Doodeng, doodeng, doodeng. La 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 la. Ik interesseer me niet als monstertube, nou. Ik ben gewoon een normale toerist die hier niks van weet. Ik ben nog steeds een runner 180. Holy tietega, ze is toch wel ziek, joh, hè? Amsterdam zit. Oh, een dikke tram, tram of weet ik veel wat het is. Getuned, dat ding. Oh, die bel is ook zo leuk. Kling, klong, ziek tram. Oh, politie. Politie. 1, 2, politie. Oh, komt hij nou? Oh, ik dacht even Loki dat hij hierheen kwam rijden. Holy tette. Hij stopt. Oké, we rijden nu op de terugweg. Maar kijk wat een zieke brug. Het is gewoon een dik plaatje zo. Kijk, dan zou je hier wonen. Zie je die hele brug er op de achtergrond. Dat is ziek, jongen. We hebben hier één zieke runner, jongen. Dames en heren, even een kleine mededeling. Dit was op privéterrein gefilmd. Nog beter trouwens, het was een afgesloten terrein. Er waren daar werkzaamheden bezig, dus het was geen geldig terrein meer. Doe dit thuis trouwens niet na wat er hier allemaal in voorkomt. Kennen deze mensen zelf niet, die kwamen even leuk langs. Onthoud het goed, dit was op privéterrein en niet de openbare weg. Geniet van de video. Oeh, hoeveel cc? 200. Oh, is op A1 of A2? A2. God damn. Runnertje. Runner. Doen we. En er komt daar dadelijk 172 cc zip aan, jongen. Dit. Dit is gewoon een doodservaring, joh. Als je dat... Mijne trek ik eruit. Easy. Vier slakt. Oh. Launch control. Ik ben gewoon even indirect aan het filmen, maar gebeurt daar iets? Ik wil het gewoon even zien wat er gebeurt, maar vol lijf. GTI versus een Zip gaat racen. De Zip was op het begin sneller, maar op langere termijn de GTI natuurlijk. Mijn tankdop zit zo strak dicht, jongens, dat ik gewoon een tang nodig heb om eraf te halen. Oké, we gaan eens even kijken hoeveel erin gaat. E5 na een hele dag toeren in Amsterdam. Let's go. Ik schat 5 liter, 4, 5 liter. God damn, 5,3 liter. God man, nu. Jij, hoeveel was jij? 4,44. Ik denk dat Sven het meest gaat tanken, man. Ja, dat denk ik ook. Ja. Denk het er. Hoezo ik? Omdat je al een tankdop had. Jij was al leeg in Amsterdam. Ja, dat is zeker waar. Ba. Zo, hé. 7,5 liter. Meneer is dood aan het gaan hier. Zo, kijk eens aan. We zijn weer bij de Sven en Koen gebouw aangekomen. Wat een unit is dit ook. Sven en Koen building. Sweet home. Hallo. Voelt dit ook al thuis voor mij? Ja, jongen, dit voelt gewoon al thuis voor mij. Kom je vaker langs? Ja. Maar jullie moeten een keer naar mij komen. Naar het boerenplatteland. Daar kunnen we alles op flikken. Ja, dan goed. Dan mee. Ja, altijd welkom. Dat is echt leuk. Ik ben binnenkort bezig om een loods binnenkort te huren. Daar is dus zeg maar een privéloos met een privé weiland eraan. Privé eigen terrein. Mag je alles flikken wat je wil. Niet bijna alles. Bijna alles. Ja, dus daar kun je gewoon met buggies door een bus heen rammen. Of weet ik veel wat allemaal. Dat is goede tuning. Let's go. Wil je de 107 nog horen? Ja, die wil ik horen. Die wil ik horen. Peugeot 107 met dikke knallen. Dames en heren, ik zei voordat ik wegga, wil ik nog één gouden ding zien. En dat was gewoon Peugeot 701. Deze auto, jongens. Oh. Deze is gechipt, getuned. Hier komen de hardste knallen ooit uit. What do you do for a living? Ja, wat denk je? Onlyfans. Zo jammer dat dit ding een wok heeft dan, hè? Ja, dat is echt zonde. Ja, heeft wel een reden. Ja, daarom. Dit is leuk speel. Ja, daar komt de wokauto aan. Klappen! Hij doet het weer. Doe eens even een klappertje. Mag jij er even achter staan? Ziek, jongen! Zo! Dit is niet normaal.
Dat is niet normaal. Dit is de eerste terechte bok dat ik vind. Ja, ja, en hoe? Dat mag je niet zeggen. Ja, maar dit is terecht. Dit is zo onwijs ziek, jongen. Dat is niet normaal, hè? Toen deze video online kwam van hun, toen zei ik nog tegen jullie van ik wil dit ook hebben. Ja. Toen zeiden jullie, ja, dan gaan ze hele blok naar de kloten. Ja, is ook zo. Ja. Het is zo leuk kinderspeelgoed dit, jongen. Wat echt gezellig. Ja. Dit doen we even snel maar overnieuw. En dan even een langere dag plannen. Dan gaan we wel lekker bokken. Ja, dan gaan we wel lekker bokken, ja. We gaan gewoon door totdat we een bok hebben. Ik ben thuis aangekomen. Dames en heren, wat een gave dag was dit. Wil je nou nog Molstube merchandise hebben? Ga dan zeker naar molstube.nl voor de dikste tuning. En abonneer zeker om bij de Monster Gang te horen. Dat zou ik je super erg waarderen. Want jij bent de strijder die dit kijkt. En dan zie ik jullie weer strijders in de volgende video. Bye bye.